De Gentse financiële instelling Optima wordt hoogstwaarschijnlijk failliet verklaard. Dat zegt de overheidsdienst Financiën. Het parket voert een onderzoek naar onregelmatigheden. Eergisteren had de Nationale Bank al aan de Europese Centrale Bank gevraagd om de banklicentie van Optima in te trekken. En vandaag zijn ook de verzekeringsactiviteiten van Optima tijdelijk stopgezet. De bank Optima wordt in de komende dagen wellicht failliet verklaard door de rechter. Inspecteurs van het garantiefonds zijn al op onderzoek gegaan. De ene stap die heel belangrijk is, dat is dat faillissement. En de mensen die nu ter plaatse gegaan zijn, is om te zien, om een inschatting te hebben van de hoe grote. En het is bijna zeker dat dat faillissement wordt uitgesproken. Steek uw licht op bij Optima. De vergunning van de bank werd eergisteren ingetrokken door de Nationale Bank, omdat die onregelmatigheden in het beheer had vastgesteld. Vooral de levensstijl van de flamboyante gedelegeerd bestuurder van Optima, Jeroen Piqueur, hier links in beeld naast tennisster Tsampras, zou vele vragen oproepen. We gaan elke steen omkeren in dit dossier, dat staat vast. U wil echt wel achterhalen wat er is misgelopen hier, hè? Wij willen niet alleen weten wat er gebeurd is, maar wij willen ook recupereren. En misschien gaat die recuperatie vrij vlot gebeuren, dat weten we vandaag nog niet. Maar zoals ik zeg, we gaan elke steen in deze zaak omkeren. Vraag geen advies, maar eis een plan. Alle rekeningen van klanten bij de bank zijn nu geblokkeerd. Dat zijn er zo'n 8.000 tot 10.000. Als de bank failliet wordt verklaard, kunnen spaarders hun geld terugkrijgen via het garantiefonds. Tot maximaal 100.000 euro per klant. Minister van Consumentenzaken Chris Peeters wil dat de spaarders bij de afhandeling van het faillissement hun geld volledig terugkrijgen. Ik denk dat wij dat zeer van nabij moeten opvolgen en zorgen dat niet alleen de 100.000 euro die wettelijk gegarandeerd is, maar maximaal iedereen die ook boven dat bedrag gelden heeft toevertrouwd aan Optima, dat die gelden terugkrijgen. En die 100.000 euro, die geldt per persoon. Dus dat wil zeggen, als je een rekening hebt op naam van man en vrouw bijvoorbeeld, is het 200.000 euro. Als het een rekening is op naam van enkele erfgenamen, we hebben zo'n geval gekend, dan is het maal het aantal erfgenamen. En de regeling geldt ook voor KMO's en zelfstandigen, dat is ook heel belangrijk.